Kai Herings, wat gebeurde hier vandaag? Een 5-1 overwinning tegen Jong AZ. Ja, klopt. Ik denk een mooie overwinning. Goed gespeeld. Ik denk dat complimenten mogen gaan naar de mede-teamgenoten en natuurlijk ook naar de fans die er weer achter stonden. Hartstikke mooi. Ja, want de eerste helft was echt schitterend, ook voor de neutrale toeschouwer. Ja, klopt. We vlogen erop. Snelle goals. Ik denk dat het genot was om te zien voor iedereen. Ja, met name voor de Fortuna supporters, want die stonden een feestje te bouwen. Zeker weten. Ik hoop dat ze er nog lang gaan doen ook. Ja, dat gaan ze zeker doen. Ja. Eindelijk minuten voor Kai Herings. Ja, klopt. Ja, ik had een tijdje op moeten wachten, maar ze zijn daar en daar gaat het om. Dus kijken of we dat door kunnen trekken. En hoe bevielen die eerste minuten? Ja, het is mooi om hier op het veld te staan. Wat ik net al zei, met de fans natuurlijk. Het voelde goed. En in het begin van het seizoen stond je aan de kant geblesseerd? Ik ben even geblesseerd geweest. Ik heb een kleine die in het begin van de voorbereiding natuurlijk geboren is. Daardoor had ik wat gemist. En nu ben ik er weer volop bij. Dus, En hoe is het met de klein? Hartstikke goed. Ja, gaat hartstikke goed. We wonen nu allemaal in Sittard. Dus hartstikke naar ons zin. En hopelijk kunnen we hier lang blijven. En een vrouw en kleine is het gezond en wel. En slapeloze nachten? Maar gelukkig heb ik een hele sterke vrouw. Dus die neemt het allemaal op zich. En vooral de dagen voor wedstrijden. Hoef ik er niet uit. Het is allemaal goed geregeld thuis. En hoeveel minuten gaan we van Kai mogen genieten dit seizoen? Ik hoop zoveel mogelijk. Volgende week in de basis? Dat is niet aan mij. Ja goed, we hebben natuurlijk nog een geschorste speler, Jorrit Smeets. Dat schuift per schuurs natuurlijk door. Ja. De enige die dat nog is Clint Essers misschien voor je? Of ga je daar de concurrentie vol mee aan? Ik denk dat iedereen aangaat met de concurrentie die er is. Ik denk dat het ook alleen maar goed is. En wat je ook ziet, de jongens die ook langs de kant zijn, die staan er klaar voor. En we hebben gewoon een supergoed team. En hoe bevalt het je hier in Sittard? Ja, het is hartstikke leuk. Ik woon er nu dan op een huisje 2 maanden. En we hebben het super naar zin. Dus we gaan er een mooie tijd van maken. Ja, goed, een mooie tijd. De sfeer in de groep zal natuurlijk nu helemaal fantastisch zijn. Ja, nu helemaal. Als je ziet hoe we ervoor staan. En hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken en zoveel mogelijk wedstrijden winnen natuurlijk. Ja, ervoor staan. Wij staan bovenaan. Ja, ik heb het net gezien. Ja, ik hoorde het. Wat is er mogelijk dit seizoen? Ja, er is heel veel mogelijk. Alleen we kijken het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. En gewoon elke keer die 3 punten proberen te pakken. En we kijken het echt wedstrijd per wedstrijd. Ja, en volgende week tegen Telstar, een uitwedstrijd. De eerste 3 punten voor een uitwedstrijd dan? Daar gaan we voor. Oké, dankjewel Kai voor dit interview.